Show News lijkt er een soort sport van te hebben gemaakt om zichzelf volstrekt belachelijk te maken. Het nieuws over de zeer gewelddadige rapper Lil Kleine wordt er continu becommentarieerd door Bram Moskovic, wiens familie zeer grote financiële belangen heeft bij de 27-jarige artiest. Die dubbele belangen worden vrijwel nooit benoemd. Bram gaat bij Show News regelmatig helemaal uit zijn dak als er door zijn collega's kritiek wordt geuit op de manager en advocaat van Lil Kleine, omdat dat respectievelijk zijn zoon Nathan Moskovic en zijn vriendin Nienke Hogervorst zijn. Hij werd eergisteren zeer emotioneel in Show News toen er kritiek werd geuit op Nienke. Een dag later, gisteren, zat Bram alweer aan de desk toen het over Lil Kleine ging. Ja, gisteren besloot de rechter natuurlijk dat hij 14 dagen terug de cel in moest, zei weekendbaas Bart Ettekoven. Bram daarop geprikkeld, natuurlijk. Zei jij nou, natuurlijk? Bart, ik zei, natuurlijk, ja. De mannen van VI Vandaag hebben een paar weken geleden, onder aanvoering van Özkan Akyol, zeer pittige kritiek geuit op Bram en zijn dubbele petten. Ze noemden hem zo treurig, en dat is bij de gevallen strafpleiter heel hard aangekomen. Bram reageerde woest in Show News, hij riep dat Johan seniel is en Özkan onverstaanbaar. Wat vindt Özkan daarvan? Hij reageerde gisteravond cynisch in VI Vandaag, Johan en ik zijn hard aangepakt. Het kwam wel binnen, heb jij geslapen die avond? Nee, ik ook niet. Ik heb toch wel nagedacht over wat daar gezegd werd over ons. Ja, ik ben wel nederig geworden na die uithaal van hem. Özkan adviseert collega Johan Derksen om eens aan de bel te trekken bij zendereigenaar John de Mol. Johan, jij bent creatief adviseur van John de Mol, toch? Dit programma is een van zijn paradepaardjes. Johan, nou, dat weet ik niet. Kijk, die man is natuurlijk van zijn sokkel gevallen. Dat was een trotse advocaat die grote zaken deed en die moet nu overleven en gaat in flutprogrammaatjes zitten waar hij een rekeningetje in levert. Maar hij heeft het probleem dat als hij met iets geconfronteerd wordt waar zijn zoon of zijn vriendin bij betrokken is, hij meteen boos en emotioneel wordt. Özkan, en als wij constateren dat hij ooit die grote gevierde advocaat was en nu. Dit is toch gewoon zielig in alle objectiviteit? Dat mogen we dan toch zeggen? Dan hebben we toch geen pik op hem of zo? Ik denk dat iedereen dat wel vindt. Johan, ik vind het namelijk een heel aardige man hoor. Ik vind het een prima kerel verder, maar als het over zijn zoon of zijn vriendin gaat, dan gaat hij meteen schrap zitten, dan kan niemand wat zeggen en dan komt hij. Hoe hij ook gereageerd heeft op ons. Dan denk ik, waar gaat het over? Özkan vindt dat Bram zijn optreden in Show News moet afzeggen als het 's avonds over Lil Kleine gaat. Je kunt toch ook zeggen, jongens, jullie gaan het vanavond over Lil Kleine hebben, mijn vriendin is advocaat, ik kom vanavond niet. Dat is toch heel makkelijk? Johan, ja, maar ik denk dat hij gewoon ieder avondje nodig heeft om een rekeningetje te sturen. Ik denk dat hij geen enkele inkomsten heeft verder. René van der Gijp, Johan heeft gelijk, hij heeft die inkomsten nodig. Hij doet voor de rest niets natuurlijk. Hij zit daar. I'm not sure if you're going to be able to do that.